Rico Verhoeven, persconferentie, we zijn er weer. Weer een titelgevecht voor jou. Uiteraard. Dit is de 10e jaar, jongen. Ja, ga je het doen? Ga je 10 jaar? Uiteraard, uiteraard. Moet gewoon gebeuren. Jammer genoeg duurt de wedstrijd iets langer. Wordt een klein beetje uitgesteld, maar ja, het is wat het is. We moeten ermee dealen en we gaan door. Ja, knieblessure. En bij een knieblessure denk ik meestal altijd van, hey, dit is foute boel. Ja, dat jammer genoeg is dat ook zo. Dus volgende week word ik geopereerd en dan hopelijk is hij daarna weer als nieuw. Ik vind het wel opvallend, eerlijk gezegd. Want tijdens Hiddet kwamen we elkaar ook tegen. En toen zei ik van, nou, ik ga een keertje met jou meedoen met het trainen. En ik kom hier en je zegt ineens dat je last hebt van je knie. Het is toch je dijkt toch niet voor mij weg? Ja, eigenlijk een beetje wel. Dus dan weer, eerst heb ik de hele tijd verstopt voor Plazibad. Die kon ik op een gegeven moment echt niet meer ontwijken. Dus dan denk ik, nou, dan ga ik jou ook ontwijken. Dus nee, maar ja, het is gewoon echt frustrerend. Maar uiteindelijk niets aan te doen. Ja, nee, stel het maar even uit. Dan wordt het waarschijnlijk, zal het zijn, na de zomer, iets voor de zomer? Nee, na de zomer. Na de zomer, oké. Het volgende. Altijd als ik jou zie, het is mijn platform Sterren van de Toekomst. Ja. Probeer eigenlijk zoveel mogelijk de aandacht te verleggen naar de jeugd. Ja. En wat me best zo erg de afgelopen jaren bij jou is opgevallen, is dat er altijd wordt gezegd van, oké, Badr doet het niet, dat zal Jamal het wel doen. Nee, wacht even, Jamal had geen trainingskamp, dan zal Badr het wel nu gaan doen. Weet je wel, elke keer was het iemand anders. En jij krijgt het natuurlijk ook mee. Is het iets wat jou enorm triggert in jouw aanloop naar wedstrijden toe? Nee, totaal niet. Totaal niet, weet je. Kijk, het is vooral belangrijk dat je bezig bent met wat jij doet. Snap je? Met wat je zelf doet. En focust op jezelf. En als je je focus op andere dingen legt, dan ja. En zeker het op van je eigen focus. Precies, en zeker op de mening van andere mensen. Ja, als je je daarop gaat focussen, dan krijg je denk ik een heel vervelend leven. Ja. Dus bijvoorbeeld op reacties op social media enzovoort. En natuurlijk heeft iedereen wel eens een zwak moment. Ik heb ook wel eens een zwak moment. Ik reageer ook wel eens ergens op. Snap je? Maar wel zo min mogelijk. En dan probeer ik vaak kill 'em with kindness. Snap je? Dus een grappige opmerking te maken van, nou, top, weet je, dankjewel dat je je zo druk maakt om mijn leven, maar ik zal wel iets goeds doen. Ik ben echt oké, snap je? Ik ben echt oké, dus je hoeft je niet meer druk te maken om mij, maak je druk om jezelf. Ja. Ik ga het heel kort houden, nog 2 vragen en dan stop ik ermee, want ik zie dat je enorm veel last hebt van je knie. Ja. Hiddet, zijn we onlangs bij geweest. Ja. Als je een cijfer zou moeten geven, wat zou je dan geven? 7,5. Waarom een 7,5? Omdat ik altijd kijk naar dingen die beter kunnen. En ik denk dat er zeker ruimte was voor verbetering. Dus super trots dat we het hebben kunnen doen. Is er ruimte voor verbetering? 100%. Dus gewoon wel een dikke voldoende. Maar kan 100% beter. Hey Rico, ik ga je heel veel succes wensen met jouw herstel. Ik hoop dat je snel weer terug bent. Ik ga hem afkappen. En dan zien we jou binnenkort gewoon weer. 100%, gezellig man. Helemaal goed, dankjewel. Tuurlijk.